Welkom terug bij het Top 2000 Journaal. Wederom vanuit de Top 2000 Café op tweede kerstdag. Fijne kerst, als ik dat nog niet had gezegd. Nee, dat had ik nog niet gezegd. Dus bij deze. Ja, en Twitter loopt lekker, jongens. Jullie zijn hartstikke goed bezig met die zinnen. Daar komt ie. Als je ooit verdwijnt, laat mij je dan weer vinden. Mooie zin. Nog eentje van de Counting Crows, Holiday in Spain. It's a miracle that she's not living up in a tree. En de laatste, we are the world, we are the children. Michael Jackson, hoe kan het anders? Top 2000 Journaal, hashtag Top 2000 Journaal, laat het ons weten. En we gaan wat doen met die mooie zinnen. Daar kom ik nog op terug, we gaan wat doen. Ja, en onze verslaggevers, die gaan het hele land door. En die zijn in Carré geweest voor het kerstcircus. Dan denkt u, kerstcircus? Wat heeft dat nou met de Top 2000 te maken? Nou, dat ziet u nu. Overal staat nu Radio 2 aan voor de Top 2000. Zelfs hier achter in Carré in Amsterdam bij het Wereldkerstcircus staat de Top 2000 aan. Ja, in de piste en wij gaan even kijken. Is heel even geen top 2000 voor u? Nee, even geen top 2000. Morgen weer. Morgen weer. Want u luistert wel naar de top 2000? Ja, altijd. Ja. Kunt u heel even niet luisteren naar de top 2000? Is dat vervelend? Heel jammer. Ja, ik ben wel een fan ervan. Ik rijd altijd in de auto. Ja, geweldig programma. Maar ik heb ook goed nieuws. We hebben goed nieuws voor deze mevrouw. Ja, heel goed nieuws. In het circus, gewoon muziek van de top 2000. Echt waar? Nou, helemaal super. Tot heel goed. Welkom, ja, de voorstelling is net afgelopen. Straks begint de nieuwe voorstelling. Dus we gaan even kijken in de piste. Die wordt nou weer schoongemaakt. Heilige grond. Heilige grond, ja. Kijk eens. Zo. Ja, wat je zei, heilige grond, ja. Kijk, we vieren ook 125 jaar Carré. Maar het is natuurlijk een geweldig idee. En dat voelen alle artiesten ook en ik ook. Dat 125 jaar geleden in december Oscar Carré ook in deze piste met zijn paarden optrad. Zijn 12 Tarkener hengsten. Ja. Heilige grond. Het is kerst, mensen luisteren naar de Top 2000 en mensen gaan naar het kerstcircus. Wat maakt dat circus voor u nou zo magisch? Ja, circus, het Wereldkerstcircus ook. De artiesten die we hier zien, de trapezeacrobaten die door de lucht straks vliegen, de paarden die hier optreden, de acrobaten. Bij elkaar is dat eigenlijk de oerkunst van het theater. Als Nederland één groot circusland was, dan was er geen financiële crisis. Dan waren we het vlijtigste land ter wereld. Wat ik ook zo mooi vond aan het circus is die live muziek die we hoorden. Er is hier ergens, zit er dan een orkest denk ik, en die spelen mee. Dat is ook wel die echte circusmuziek. Ja, het is echte circusmuziek. Het orkest zit daarboven. Dat zijn 14 muzici van het Nationaal Circus van Knie uit Zwitserland. Do you like the song of Robbie Williams in the end of the show with the horses? Yeah, I love it because I'm a guitar player, so whatever rocky stuff, I'm happy to play, to put some more, you know. Then you don't sit anymore, you stand up and rock. I see it, but I can put it louder, you know, which they don't like it very much, but I like it, it's rock music, so I do it. Yeah. Waarom kiest de man die met die paarden werkt nou voor Robbie Williams? Omdat het een feest is, omdat het tempo is. Het tempo is heel belangrijk in het nieuwe circus. Omdat het nu 2012 is en het circus gaat ook met zijn tijd mee. Maar het is dus, ja, je zit thuis te luisteren naar de Top 2000, je gaat naar het circus en dan komen die nummers van de Top 2000 komen hier gewoon weer terug. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nummers van de Top 2000 komen overal terug. En die zijn ook onsterfelijk, denk ik, net als het circus. Naast mij is Sander de Heer, zojuist gedraaid je eerste shift. Ja. Hoe ging het? Ja, de eerste keer is altijd even wennen. Met name, ik zit normaal 's ochtends heel vroeg.
vanuit de studio. Dan is alles nog donker, zitten we met z'n vier of vijven te werken. En nu in zo'n druk vol café op tweede kerstdag. Ik moet er altijd even aan wennen. Dit is wel echt heel wat anders dan, inderdaad. Dit is echt heel wat anders. Dan ben je echt niet gewend. En ik weet ook dat het heel erg went. En over een paar dagen, dan weet je niet beter. En dan zit je volgende week weer gewoon, zit ik weer hartstikke vroeg in een stille studio. En dan denk ik, hé, waar is iedereen? Waar zijn ze allemaal? Ze zitten allemaal thuis naar je te luisteren. Ja. Hey, nog een vraagje. Wat was nou echt het lekkerste nummer wat jij hebt gedraaid vandaag in jouw shift? Ja, het ging weer echt alle kanten op. Ik had We'll Meet Again, het nummer uit 1939 van Vera Lynn. Dat is echt uit de begrafenis top 10, zeg maar. Maar ook Harry Klokkenstein met O.O. De Haag. En net Thank God nog. I'm a Country Boy, waarbij je ook lekker... Alle kanten gaat het op. Juist al die kanten heel leuk. Hey, en we gaan ook alle kanten van jou even zien, want we zijn bij jou thuis geweest. Laat even kijken. Oh, wacht even hoor. Zo. Trap uit. Hi, Sander de Heer hier. Normaal van de ochtend, nu van de top 2000. Op zoek naar mijn eigen top 2000 herinneringen. En alles ligt hier op zolder bij elkaar, maar hier ben ik ook al jaren niet meer geweest. Cassettebandjes, singeltjes, LP's. Ik wil er graag even induiken. Alleen de eerste vraag, hoe kom ik erop? Het ligt hier nog wel allemaal. Ik gooi dat niet weg. Toch je eerste singeltjes, dat zijn toch herinneringen. Michael Jackson, Bad. Dit draaide ik, was mijn eerste plaatje bij de lokale omroep. Philip Bailey en Phil Collins. Natuurlijk Whitney Houston, Doe Maar. Playback Show met We Are The World. Ik vind dat toch allemaal leuk om te bewaren. Sommige dingen schaam ik me een beetje dood. Dat ik ooit Milli Vanilli heb gekocht voor mijn zakgeld. Dat mag er wel vanaf. Cassettebandjes van de lokale omroep. Daarover, ik heb alles wel redelijk op volgorde bewaard. Ik was ook wel van de feestjes. Ik heb zelfs nog een award gewonnen op de dansschool. Eerste prijs, dans, discjockey wedstrijd, plaatjes draaien op de dansschool. Maar ja, dat kon ik wel. Ik heb zelf de single van de Village People hier nog in huis. Die stoppen we ergens onderop. Moet je kijken wat ik hier nog heb gevonden. Ik maakte ook zelf hoesjes. Daar had ik de singles van mijn ouders uit de jaren 60, de Rolling Stones met Painted Black. En dan vond ik dat op een gegeven moment ook zelf wel gaaf. Dan plakte ik een hoesje aan elkaar, want er waren nog geen kleurenhoesjes natuurlijk in de jaren 60. En dan gewoon een nummer erop. Ik nummerde alles keurig en mijn naam erbij dus gewoon. Hè. Zo staat hij hier in mijn eigen archief. Deze toch nog even meegenomen. Een van de laatste singeltjes nog op vinyl, 20 jaar, meer dan 20 jaar oud, Massive Attack, Unfinished Sympathy staat op mijn lijstje. Ik wil nog even horen of dat nog een beetje klinkt van single. Zo, die wordt niet heel vaak gebruikt, maar toch nog eens even kijken of die het nog doet. Het begint echt heel mooi, want nou heel bijzonder is dat dit meer dan 20 jaar oud is. Maar luister naar de sfeer, het ritme, de beats, klinkt gewoon heel modern. En nog best aardig, toch? Van zo'n plaatje. Ja, ik begin nu toch een beetje te twijfelen of ik met die oude vinyl singeltjes niet een heel verkeerd beeld van mezelf heb neergezet. Want ik heb toch ook wel echt nog vele betere muziek. Prince natuurlijk, groot fan van. 10 van Pearl Jam, waanzinnig album. Moby Play is fantastisch. Het allereerste album van Coldplay met Yellow erop vind ik echt... Nou, het hele album is gewoon echt prachtig. Maar ja, goed, dit is ook al bijna nostalgie geworden, die cd's. Dus dat stoffen we volgend jaar dan wel eventjes af. Alhoewel dat nu ook geen kwaad kan. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het altijd ontzettend leuk om meer te weten te komen over die DJ's. Nou, dit journaal en alle reportages kunnen jullie terugkijken op top2000. Of natuurlijk cultura24.nl moet ik zeggen. Wat zeg ik nou? Ja, we gaan nu luisteren naar Billy Joel met Just the Way You Are. Geniet ervan.